Onze steden raken verstopt. Parkeerplaatsen zijn schaars, files zijn eindeloos en het autobezit blijft maar groeien. Maar wat als er één oplossing is die alles kan veranderen? Deelauto's beloven een revolutie, minder auto's, meer ruimte en schonere lucht. Maar is dat wel echt zo? 2000 Amsterdamse deelauto's kunnen 20.000 tot 30.000 privéauto's vervangen. Minder files, minder vervuiling en meer ruimte voor de stad. Maar wat is de praktijk? Het blijkt dat de deelauto niet altijd een eigen auto vervangt. Het wordt al snel een extra auto, een speeltje voor de boodschappen met meer drukte in plaats van minder. Zonder goede plannen kan de deelauto de druk op steden juist vergroten. Maar met de juiste aanpak kan het een doorbraak zijn. Wat kiezen we? Deelauto's. De redding van de stad of juist meer auto's in de parkeervakken. Het hangt af van de gemeente die ruimte moet scheppen of dat juist niet doet. Wil je 2000 meer geparkeerde auto's? Of juist heel veel minder?